Meneer Bourgeois, nou, goedemiddag. Ja, die toespraak van u straks, waar gaat u de nadruk op leggen? Wel, ik ga eerst en vooral zeggen dat we goed bezig zijn in Vlaanderen, dat het goed gaat in Vlaanderen. Er zijn minder werklozen, er zijn meer mensen die een job hebben. We exporteren veel meer, er zijn veel meer startende initiatieven. We hebben een goed traject afgelegd de voorbije 2 jaar. We hebben budgettair orde op zaken gezet, ondanks de aderlating van de zesde staatshervorming. We hebben heel veel zaken hervormd, op de rails gezet. We kijken vooruit. De toekomst moeten we positief tegemoet zien. En ik ga uiteraard ook een communautaire boodschap brengen. En wat houdt die communautaire boodschap in? Wel, ik ga erop wijzen dat de communautaire tegenstellingen, ondanks de communautaire standstill die afgesproken is, dat die niet verdwenen zijn. Integendeel, die zijn sterker dan ooit. Ik denk dat de mensen zich heel levendig de brutale stakingen herinneren. De spoorstakingen, de cipierstakingen, waarbij de Vlaamse cipierbonden zeiden, we hebben alles binnengehaald wat we moesten binnenhalen, waarbij de Walen bleven doorstaken. Wat ertoe leidt om te zeggen, die taalgrens is ook een stakingsgrens geworden. En Vlamingen spuwen daarop en nemen dat niet. Dat ze niet kunnen gaan werken, dat ze geen vrij verkeer van personen hebben. Zeer recent nu de discussie over de beperking van het aantal artsen. Vlamingen hebben zoals steeds de afspraken nageleefd. We organiseren al jaren toegangsexamens voor onze artsen, moeilijke examens, waardoor we vermijden dat er veel te veel artsen instroomt, waarbij we de kosten voor de gezondheidszorg beperkt houden. De Walen hebben zich daar lekker niet aan gestoord. We willen nu dat dit veranderd wordt, dat die 60-40 doorbroken wordt. Ja, als ik u zo hoor, u zegt dus die taalgrens is een stakingsgrens geworden. Uw regering is nu 2 jaar aan de macht in Vlaanderen. Is die kloof tussen Vlaanderen en Wallonië in die 2 jaar groter geworden? Wel, die kloof is al altijd geweest en sommigen zeggen die is verdwenen, maar dat is niet zo. Daar wil ik op wijzen. En ook dat we alert moeten zijn, dat we onze Vlaamse belangen moeten verdedigen. Wij gaan die 60-40 verhouding voor de Vlaamse artsen niet laten doorbreken. Ik ga opkomen voor de Vlaamse belangen bij bijvoorbeeld de onderhandelingen met de Britten na de Brexit, waarbij ik aan de Franstalige kant veel revanchegevoelens hoor. Britten zijn onze bondgenoten altijd geweest en ja, Vlaanderen heeft die export naar het Verenigd Koninkrijk. Voelt u dat Franstalige contracten met de Britten gaan tegenwerken? Heeft u dat gevoel? Ik hoor veel negatieve reacties van revanche-gedachten. Als ze hun vennootschapsbelasting verlagen, dan komt er geen nieuw handelsverdrag. Maar Vlaanderen heeft dat nodig. Wij hebben daar duizenden en duizenden en duizenden jobs die daarvan afhankelijk zijn. Onze textiliens, onze voedingsnijverheid, maar zoveel andere industrieën. Dus ik wil dat we naast de onderhandelingen over de uitstap ook onderhandelingen voeren over een toekomstig handelscontract waarbij we kunnen blijven exporteren. En als premier Michel zegt, ik kom op voor de Belgische belangen daarbij, dan zeg ik, dit zijn in de eerste plaats Vlaamse belangen. Wij voeren voor 87% van de Belgische export zijn Vlaamse producten. Dit is onze welvaart, dit gaat om onze jobs. Ja, als ik u zo hoor, uw communautaire boodschap, welke lessen trekt u daar dan uit naar de toekomst toe, na 2019? Dat het de taak is van de minister-president en van de Vlaamse regering om altijd overal op te komen voor de Vlaamse belangen. En twee, mijn persoonlijke boodschap is ook dat we in 2019 dat die grondwet moet kunnen herzien worden, dat we meer hefbomen in handen moeten kunnen hebben om eigen Vlaams beleid te voeren. Ja, maar als u nu zegt, de grondwet moet herzien worden in 2019, er was afgesproken met de regeringspartners tot 2019 geen communautaire hijsa. Maar als u dit nu zo nadrukkelijk zegt, dat is toch een koude douche voor uw coalitiepartners. Nee, dat is voor in 2019 om te beginnen. Ik maak duidelijk dat dit mijn standpunt is. Maar ik zorg niet voor communautaire douches nu. Ik zie dat de Franstaligen de beperking van het aantal artsen willen doorbreken. Ik zie dat Franstaligen staken tot op het einde, jusqu'au bout. Zoals in Frankrijk, zeer ideologische stakingen. Ik zie grote terughoudendheid bij de Franstaligen om goede akkoorden te sluiten met de Britten. Ik kom alleen op in alle rust voor de Vlaamse belangen. En ik zeg, Vlaamse belangen kunnen we best verzekeren door nog meer autonomie te hebben. Ja, maar een grondwetsherziening kan u niet zomaar doordrukken. U heeft daar een 2/3 meerderheid voor nodig. Hoe gaat u dat bereiken? U heeft dan toch steun van andere partijen nodig? Oh, daar zal de kiezer over beslissen. Als de huidige meerderheid zegt, en dat is een gewone meerderheid, we gaan de grondwet voor herziening vatbaar verklaren, dan zal er eerst een verkiezing plaatsgeven. Ik ben een volbloed democraat. Vlamingen kunnen zich daarover uitspreken. Mijn partij zal een mandaat vragen. Wij zijn nu de grootste partij. We hopen dat ook te blijven na 19.
En ik denk dat die kiesstrijd, zoals altijd, in alle duidelijkheid moet gevoerd worden. Maar nu met de fanfare voorop, zeg maar, aankondigen, er moet een grondwetsherziening komen. Zet u N-VA dan niet een beetje buitenspel, apart van de rest? Kijk, ik spreek voor Vlaanderen. Het is mijn taak om op te komen voor Vlaanderen. Bij een Vlaamse feestdag moet je vooruitblikken. Ik blik ook terug. Ik vind dat we een goed traject afgelegd hebben. Ik zie alleen dat wij om een zeer sterk, nog sterker, nog beter beleid voor Vlaanderen te kunnen voeren, nog meer bevoegdheden moeten hebben. En dat is in de lijn van de geschiedenis. De laatste decennia zijn er altijd maar meer bevoegdheden gekomen. Nu zitten we met een communautaire stilstand, maar de loop van de geschiedenis gaan we niet tegenhouden. Dat gaat niemand tegenhouden.